Owie? Ja? Oh my god, het is waar. Onze eerste meloen. Ja? Ja, oh ja, hij is gekomen. Oeh, hij is groot. Hij is groot, hij is vierkant, dat betekent maar één ding. Weet je het? Overleven met Vincent en die ander. Daar komt hij! Ik sluit hem op. Samen overleven met Roy en Vincent. Zo, en dat was het intro alweer. Ja, maar kan je dat niet even zeggen? Oh, jij moest ook een intro doen. Ik realiseerde me net te laat van, oh ja, de intro. Oh. Zo. Nee. Kunnen doen. Nou, mooi, ze heeft het ook kunnen doen. Nou, dat was altijd mooi, toch? Nou, ik ben nog steeds aan het uitgraven. En Rojan maakte vorige keer wel een slimme opmerking. Maar daar was ik al helemaal over nagedacht. Daar had ik al helemaal over nagedacht. Ik ben hier omgeving aan het mooi maken. En wat ik dan daarbij nog ga doen, is dat ik, Roy dacht van dat ik het groter ging maken, maar ik ga het juist groter maken voor ons. Maar dat mensen niet zomaar makkelijk kunnen inbreken bij ons. Uh-huh. Oh, ik val zelfs in een gat die iemand heeft gegraven. Fijn. Oh. Oh, nog een niet, gat. Niet door een enderman. Nou, die heeft geen 3 blokjes naar onder gegraven, denk ik. Oh, echt? Oh, nou, dat denk ik. Nou, dat denk ik niet. Oké, ik plaats zo even cobblestone. En wat misschien fijn is als we om het huis ook eventjes iets zetten. Dus ik breek dit zo. Oh. En dan hoort dit ook bij onze tuin nog. Maar dan gaan we hem gewoon vanaf een punt even afzetten. Hier zo. Ja. Oh, dan zou ik hem hier doen. Toch? Gewoon... Nee, dit pad gaat door. Dit pad gaat door. Oh. Maar ik heb geen schop meer. Ja, want omdat je hier dan... Ik heb geen schop meer. Dus ik kan niks... Heb jij nog een iron shovel? Heus kunnen die allebei zo snel op zijn? Ik heb serieus geen... Ik had toch 2 iron gemaakt? Weet je niet. Die zijn serieus gewoon weg. Dat is echt vreemd. Nou, dan moet ik maar weer pakken uit de wapenskist dan. Zit er daar nog iets in? Oh. Hoe komt die nou weer hier? Oh ja, hier onze huis natuurlijk. Ja. Even kijken hoor. Oh, dan gaat inie mini. Je hoort het niet. Inie mini! Ja, dankjewel, kasteelvuur. Oh, ik krijg een... Oh, thanks! Ik krijg gewoon een diamond spade van hem om het te lenen. Oh, dat gaat snel. Hey. Ik weet niet hoe die hier steeds binnenkomt. Ik weet het ook niet. Wat ik wel weet is dat ik even lekker aan het uitgraven ben. Uitkuizen. O jee, staat... Oh. Gaat lekker zo. Ik heb een hele snelle speet gekregen van onze grote vriend. Kasteeluur. Zo. Zie je? Ik heb hem net naar de spawn geteleporteerd. En dan zitten ze elkaar hierheen te teleporteren, die apen. Oh, nou dan moeten we dat uitzetten. Maar dan kunnen wij daar ook niet meer TP. Dat is vervelend. Oh, ja, dat is een element. Volgens mij was er een N-man. Was ik in een pyjama. Oh, potverdorie, ik zit weer onder de grond. Tomme. Wat ben jij aan het doen? Ik ben een pad aan het maken. Hier, ik echt hoor. Au. Het is er? Nee, niks. Oh, Roy, hieronder loopt ons rare pad onder. Dat ja, heel dat vreemd zag is, hoor. Ik, hè, aap. Wat is er? Ik zag hem TP'en. Wie? Ik zag hem. Die kasteelvuur, die stinkert. Die heeft gewoon zijn home gezet hier. Ja, toch wel, ja. En dan zit hij iedereen te TP'en. Vervelend. Game on you. Nou, jongens, voordat we helemaal klaar in deze aflevering. De vorige keer hebben we hele mooie stenen gehad van Erik. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want het zijn namelijk... Daar loop ik. Een blokje, mand. Wat? Waar ben je? Kom. Oh, kijk. Oh ja, kijk dan. Ja, ik zie het. Kijk dan. Oh, kijk dan, Nina. Nina, kijken. Ja, maar ze vindt me lief. Nee, niet meer kijken. Want er worden eieren gegooid hier. Heel vervelend. Stap het. Nou, mooi. Oh. Oeh. Zo. En ik plaats hier dan wat fenshekjes. Zo.
Nou, maar zoals ik al zei, Erik heeft ons wat stoombrik gegeven. Dat zijn hele mooie dingetjes, vind ik zelf. Stoombrik. Uh-huh. Dat is gemaakt van, wat was het nou ook alweer? Gebakken steen? Ja, gebakken steen, ja. En dan in elkaar nog zetten of iets, yes. Toch? Oh, ja, ja. Ah, tof, man. Appreciate it, Erik. Nou, graag gedaan. Super de boei. Huur, hè? Zeg je? Dus huur. Huren, ja, ja, ja. Alles om maar de huur te kunnen betalen. Sowieso. Nou, natuurlijk gaan we ook lekker bouwen weer hieraan. En ik weet niet wat Roy aan het doen is, maar ik laat me zo verrassen. Roy, denk ik, nog het huis mooi maken van de dieren, denk ik, zelf? Nee. Sorry. Oh, ik wou iets doen, maar nou ben ik vergeten. Oh, ik wou bomen neerzetten. Want het is wel schön. Wat is schön? Als ze een beetje in het bos staan, denk ik. Ja. Oh, vind je dat niet mooi? Ja, tuurlijk. Ja hoor. Maar hoe gaan we dat afzetten dan van ons? Want ik vind het heel lelijk als we echt met een heel grote gate dat we alles gaan afzetten. Dat vind ik heel lelijk zelf persoonlijk. Ik weet het niet. Als ze dan zo'n mooi, als in Disneycraft een beetje, zo'n... Ja, met eieren. Dan moeten we sowieso iron bars hebben, denk ik. Ja, of met gewoon fences. Dat je gewoon zo'n grote 3 hoog maakt. Ja. Ik denk wel dat dan mooi is, niet? Ja, kan. Zo. Ik vind het er ook wel heel leuk uit gaan zien nu. Even kijken. Hey, blablabla. Is het ook. Zo. Kijk hoor, cobblestone. Dat staat hierin. Oh, we hebben alleen slabs van cobblestone. Maar ja, daar kan ik het ook wel mee doen. Maar het is wel zonde misschien, of niet? Nee, ja, dat valt mee. Dan kan ik op zich wel... daar kan ik het ook wel mee doen. Niemand weet het. Niemand ziet het. Als ik slabs heb gebruikt. Dat is veel goedkoper toch als je slabs gebruikt als pad? Toch? Nou, goedkoop. Oh, zo, ja. Ja, ja, ja. Ja, op zich wel. Want, want je kan zoveel uit een cobblestone halen, toch? Zoveel puntjes. Denk ik, toch? Zoiets? Als je 3 cobble naast elkaar doet, dan krijg je een... Oh. Wat? Ja, dan krijg je een slab. Ja, dan krijg je een slab. Dus eigenlijk, ja, ben je wel goedkoop. Oké, tof. Nou, dan weet ik dat ik dat moet gaan gebruiken voor dit. Nou, we gaan hier fences neerzetten. Dus ik heb nog een paar fences. Het is echt heel veel... kost heel veel wood om fences te maken. Echt, voor mij zijn fences echt... Ja, die zijn gewoon verschrikkelijk duur om te maken eigenlijk, vind ik zelf. Je bent echt... het kost echt veel spul. Maar we kunnen hier in ieder geval wel een hoop fences neerzetten al. Dus dat ziet er al heel tof uit. Het ziet er al wat mooier uit, vind ik zelf. Zo. En even kijken tot hier, want hier kan ik nog een trappetje neerzetten. Oh nee, dat doen we niet. Zo en zo. Kijk, dit ziet er leuk uit. Dan doe ik hier nog 2 slabs om voor het leuke zo. Pats. En komt dit mooi uit op dit? Ja. Dus dan... Sorry Roy, ik sloop dit even. Nee, dan komt het mooi uit met het pad wat we hebben gemaakt. Zo. Dan maak ik dit ook zo. Dan weten we in ieder geval dat daar een pad loopt. Dan hoeven we daar niet zo. Zo. Slopen. Zo. Kijk. Dit is veel makkelijker zo. Leuk hè? Ik weet niet of jij het ziet, Roy. Nee, ja, ik plaats in een boom en ik... Erik, je vindt het ook wel schön worden? Ik vind het heel mooi worden. Oh, super. Nou, dat is echt... Ja, het is een uitbreiding gelijk alweer. Oh. Zo. En dan te bedenken dat ik een verrassing heb voor Roy. Ik heb namelijk hele mooie bloemetjes bij me. Oh. Dat wordt... wordt knallen. Wat is er? Ik ga ze neerzetten, wacht even. Neer knallen. Kijk eens. Een paar mooie rozenstruiken. Oh. Heerlijk. Ja, ruiken ze? Ja, echt. Roby snuift. Oké, Roby, dan moeten we kijken hoe we dit gaan afzetten. Ja, daarom. Want ik wil jou ook niet afzetten. Kijk hoor.
deze moeten we slopen, deze boom. Sorry, boom, maar je hebt lang genoeg we hebben je lang genoeg gespaard, maar nu moet je omver. Sorry. Je gaat een boom heel diep de grond in. Oké. Oh. Komt bij een geheime basis volgens mij, hoor. Is dat niet onder de grond? Ja. Bij ons dus gewoon? Ik weet niet waar je zit nu. Ja, onder de grond. Ik ga... Oké. Nou, ik heb stone bricks van 3 stacks, dus we moeten even kijken hoe we daar zorgvuldig mee omgaan. Sowieso... Zo. Er staat weer een prachtige dame hier bij mij, joh. Het wordt donker. Ik vertrouw het weer niet. Gaat daar wel gebeuren, hoor. Oh, zal ik je meloenen? Er hebben weer 2 meloenen gegroeid hier. Ja, haal maar weg. Ja, is goed. Zo, er komen veel meloenen uit, joh. Ik wil heel even meloenen uit. Oké, zo, bam. Zal ik nog meer meloenen ja, die gozer superchip weg, jij. Jij wou ze afpakken. Die gaan lekker naar onze voorraad. Zo, meloentjes erin, zo. We hebben aardappeltjes. En zal ik nog een paar aardappeltjes koken? Oh, en dat is een wonderland. Ja, leuk, hè? Oké, ik heb wat dirt, nieuw dirt. Nou, we hebben bijna, nou ja, we hebben de helft van de chest al vol. Oh, laat maar, we hebben bijna een hele chest vol al met dirt. Dat is mooi. Want dan kunnen we daarboven, we kunnen nog een plek maken. Een chest. Waar heb jij chesten, Roey? Hebben we daar ergens een kist voor, chesten? Ik had toch heel veel chesten gemaakt. Maar, oh hier, 4. Jezus. Nou, die niet, maar... Kijk, weet je wat? We gaan hier, plaats ik gewoon nog een keer zo'n chest zo, daarboven. Ziet er raar uit, maar dan kunnen we daar nog ook dirt in doen, zeg maar. Oké. Zo, kasteelvuur moeten we weer eventjes herhalen. Het is toch wat, hè? Even kijken, potatoes... Hebben we nog meer potatoes? Nee, die zitten nog in de grond. Kijk hoor, nou dan gaan we... Superchip gaat weg. Zo, superchip. En dat vind ik kijk, wel dus kasteelvuur gaan we weghalen nu. Zo, even rust hier. Nou, ze hebben toch... Hier een... Wat zeg je? Ik hoorde je niet. Daar hebben jullie een home hier gezet. Dus die... Ja, nou ja. Over 2 minuten zie je ze weer. Ik heb back potato. Wil jij wat hebben? Baked potato? Nee, ja, baked potato. Oh, zie... Wat? Ik weet het. Wat is er? Het, ja, dat lieve keeper. Wat was even mijn... Stink Irma. Dan vies mormel. Ik zie een witch. Kan ik hem niet bannen? Oh, nou, 1 uur geband. Zo. Nou ja. Wegwezen. Dat is vervelend, mensen. Vervelend. Ga niet voor ons lopen. Ik werd uitgelopen. Ja, witch! Weg! Oké. Ik heb de witch. Dat hoorden we. Ik vind haar niet aardig. Nee, dat weet ik wel, ja. Ik hoop dat ik genoeg dirt heb voor je zo. Daar zitten natuurlijk onze paardjes, onze geliefde schattige paardjes. En die moeten natuurlijk ook een woed, maar ik heb niet meer zoveel woed nu. Dus dat wordt echt pittig. Even ja, kijken. Ja, Erik, Nee. Erik, wou je nog langer? Nee, oh. Nee, geitje. Nee. Ik ga wel nou zelf. Allemaal, is het nou allemaal doorheen? De woed bijna wel. Oh my god, nou ik heb gelukkig wel weer wat woed gehakt. Ik kom uit, ja. Ik heb nog... Ik wil ook nog wel wat woed halen. Ook woed. Ja, maar... Woed get some woed. Blokbillet komt me even beschermen, hè, Blokbillet? Zo, de uur is voorbij voor Superchip. Zo. Dat ging snel. Zo. Hij is geunmand. Zo snel, zo lief, zo lief. Nou, even kijken hoor, hier wil ik een... Warning. Even kijken hoor. Oh, ik moet eten. Wacht, ik heb maar 1 potato. Nee, ik heb worteltjes. Yes. Lekker. Lekker worteltjes.
Zo. Wel leuk dat ook onze paardjes zo, dat ze even liefjes zijn, joh. Maar ze kunnen wel nog gedood worden. Dat is wel jammer, door die, zo. Kijk eens, Roy, wat ik hier heb gemaakt. Ja, of we moeten hier nog een fans hoog ding ja, maken. Ja, kan je doen, maar het kost wel veel, fans, hè. En die ja. heb jij waarschijnlijk... Ah, nog een witch! Ik ga dat pakken. En na de witch gaan we stoppen met de video, jongens. Gaat ze het redden? Gaat Roy het redden? Oh. Ja, oké. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar aflevering 23 en tot de volgende aflevering in de survival met Roy en Vincent. Tot ziens, doei doei! Doei, doei.